Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Het is nauwelijks te geloven. De doorgangen in de Berlijnse muur staan wagenwijd open. Een historisch moment in de Europese geschiedenis. De Berlijnse muur, een keiharde scheiding tussen West en Oost, die in één dag helemaal wegvalt. Ik kan het niet geloven dat ik jetzt hier ben. Ik woon één jaar lang voor de Mauer en koek ze me één jaar lang aan. En ook al zag de wereld er heel anders uit 25 jaar geleden, er waren Nederlanders in Berlijn in de dagen nadat de muur viel. Zij konden van dichtbij meemaken hoe Europa in een rap tempo veranderde. Henry Beunders is hoogleraar voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1989 was hij werkzaam voor NRC Handelsblad. Als enige Nederlandse journalist krijgt hij toestemming om vanuit Oost-Berlijn te werken. Zijn visum krijgt hij op 9 november. En terwijl hij zijn koffers aan het pakken is voor een langer verblijf in Berlijn, ziet hij dat er van alles gebeurt in zijn nieuwe woonplaats. Die dagelijkse persconferentie van Grabowski, die zei, ja, er is nog wat. Er is ook besloten dat de DDR mensen een aanvraag kunnen indienen om het Westen te bezoeken. Hebben we ons daartoe entschlossen, heute een regeling te treffen die es jeden burger der DDR mogelijk maakt. Über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Op de vraag van een journalist al daar, geldt het dan? Vanaf wanneer geldt het dan? Nou, ik geloof vanaf vandaag of vanaf absofort, vanaf onmiddellijk. Oh, want hij wist het zelf ook niet precies. Dat tekent natuurlijk de paniek binnen het regime van, ja, hoe ver moeten we gaan? Dat is terug naar mijn kennis, is dat sofort. Daarop togen steeds meer Oost-Duitsers naar de muur om te kijken of het inderdaad waar was dat je dan een visum kon krijgen voor West-Berlijn. Massa werd steeds groter, duizenden, duizenden. De mensen staan dus daar aan de westelijke kant bovenop de muur. En hier gaan de mensen over de muur heen en rennen naar de andere kant toe. Daar gaat een hele grote groep politiemensen, die loopt nu naar de muur toe en iedereen vraagt zich af wat er hier verder gaat gebeuren. Totdat tegen middernacht grenspolitie zei, oké, ja, maar we moeten of gaan schieten. Of we moeten de poort maar open doen. En dat hebben ze het laatste gedaan. En dat is ook het wonder, dat er dus helemaal niet is geschoten. Beunders was niet de enige. Aan de andere kant van de muur staat Ruud Elmendorp. Hij werkt tegenwoordig als journalist in Afrika. Maar 25 jaar geleden was de Rotterdammer op de Bonnefoy naar Berlijn gereden om daar verslag te doen van de nieuwe situatie. Ik ben toen een collega-journalist naar de Brandenburger Tor geweest. Het was heel erg spannend om allerlei Oost-Duitsers door die opengevallen stukken Berlijnse muur zeg maar West-Duitsland in te zien lopen. Vond ik heel erg indrukwekkend. Hallo! 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 Mijn god, je hebt het nog maar. Dat kan niet waar zijn. Die Oost-Duitsland was in 1989 voor de normale mens was het onmogelijk om het land uit te komen. Of ze moesten bepaalde zakenbelangen hebben of partijpolitieke belangen, maar zeg maar gewoon de burger die mocht het land niet uit. Dus zeg maar dat het nu kon, dat was wel erg interessant voor de hele stad stond op stelten, want je moet niet vergeten, niet alleen die Oost-Duitsers konden voor het eerst van hun leven een banaan zien in West-Duitsland en zich vergapen aan de Opels en aan de Mercedes in die showrooms en zo. Maar de West-Duitsers, die werden ook herenigd met hun neven en nichten en vaders en moeders, want die muur heeft er 28 jaar gestaan. Dus er waren een hele hoop gezinnen, families, terug gespleten door die muur. Het was ook een beetje een soort afkeer tegen het Westen, zat er ook wel een beetje in. Dus een soort kritische nieuwsgierigheid. Nog steeds gaan in Berlijn Oost-Duitsers door de muur. En geen wetten of reisformaliteiten houden hen tegen. Een politieman deelt brokstukken uit. Het restje muur is een gedeeld souvenir. Een tastbare herinnering aan een hopelijk vervlogen nachtmerrie. Ja, dat heb ik zelf ook gedaan, anders. Om een stuk van die muren mee naar huis te nemen. En mijn collega en ik die hakten dus zeg maar op de echte buitenlaag van die muren. Dan ging eigenlijk net zo lang door tot die mensen aankwamen op de betonijzeren. Dus op een gegeven moment zag je dus ook die muur. Het enige wat daarvan overbleef was dus het betonijzer. Ja, die werden muurspechten genoemd. Dat ligt hier nog steeds in mijn vensterbank thuis. Weliswaar een paar kleine stukjes, maar ja, natuurlijk. Dat is toch een van de hoogtepunten van mijn leven. Dus mijn hart ligt nog steeds in Berlijn. Het is 25 jaar geleden, hè? Dus het is niet dat ik daar nou dagelijks aan denk. Maar het is wel zo dat dat moment voor mij een van de grotere journalistieke uitdagingen was die ik toen had.
En ja, volgens mij ben ik daar echt journalist geworden. Ik zeg van, ja, dit is wel wat ik wil, zeg maar. Dit soort dingen verslaan. Dus ik ben ook nooit meer uit het vak gestapt. Dat is mijn heimat. Dat is een gevoel. Dat is mijn Duitsland. Oder was? Dat is mijn Duitsland. Meer niet. Van belang is, ook in deze dagen, waarin iedereen om nostalgische redenen misschien wel, en omdat het 25 jaar geleden is, die val van een muur herdenkt, is dat het die val van de muur dus niet onmiddellijk het einde van de DDR betekende, omdat mensen dachten dat het gewoon een andersoortige, democratischer DDR zou worden. En de roep om hereniging, die kwam pas later. Die doet iedereen alsof iedereen alleen maar blij was. Maar in Nederland was, verklaarde Lubbers zich dus tegen hereniging. Maar ook media, zoals vooral de Volkskrant en het Vrij Nederland, de progressieve kranten in bladen in Nederland, die begonnen onmiddellijk over het Vierde Rijk. We waren helemaal niet blij met de mogelijkheid van een herenigd groot Duitsland, omdat dat herenigd weer hetzelfde gevaar zou worden als Hitler-Duitsland. Nu is Duitsland onze reddingsboei, ook in Europa, van nu. Maar toen, jaren 90, waren veel mensen, veel jongeren ook in Nederland, heel negatief. Moeten we niet vergeten, negatief.